Goedemorgen, goedemiddag of goedenavond. Deze keer laat ik je iets zien over het gebruik van het kofschip X. Het kofschip X is een hulpmiddel om de verleden tijd te schrijven van werkwoorden die klankvast zijn. Klankvaste werkwoorden veranderen niet van klank als je ze van de tegenwoordige tijd in de verleden tijd zet. Bijvoorbeeld maken. Ik maak een pan met soep. Ik maakte een pan met soep. De A blijft een A. Kijk maar mee hoe we het doen met het werkwoord rennen. Je moet denken in een aantal stappen. Stap 1 tot en met 6. En ik ga het nu uitleggen. Stap 1. Schrijf de ik-vorm van het werkwoord op. Bij het werkwoord rennen is dat ik ren. Het woordje ik mag je ook weglaten. Stap 2. Denk aan het hele werkwoord, ook wel het infinitief genoemd. Rennen. Stap 3. Haal nu de laatste letters, de en, ervan af. Kijk, je ziet dat de laatste en zijn doorgestreept. Dan staat er ren met R-E-N-N. Welke letter is nu de laatste letter geworden? Stap 4. Dat is de N van Nico. Stap 5. Staat deze letter in het kofschip X? Nee. Dan ga je gelijk naar stap 6b. Zet nu de letters DE of DEN achter de ik-vorm. De ik-vorm had je al genoteerd. Je ziet dan staan ren de. Dat wordt dan rende. Of ren plus DEN. Dat wordt renden voor het meervoud. Wij renden. En wij hebben de hele middag gerend. Met een D. Nou, nu gaan we even kijken naar een aantal voorbeelden van alle verschillende vormen die je kunt tegenkomen. Allereerst vraag je af, lopen is dan een klankvast werkwoord? Nee, want het is nu loop ik en gisteren liep ik en wij liepen. Dus de hele klank verandert van lopen van de O naar de I. De kofschip X-regel gaat hier nu niet op. Kijken we naar dansen. Stap 1. Schrijf de ik-vorm op van dansen. Dans. Stap 2. Je denkt aan het infinitief. Aan het hele werkwoord. Dansen. Stap 3. Haal nu de laatste en van dansen eraf. Of streep het door. De letter die nu overblijft aan het einde is de S. Staat de S in het kofschip X? Ja. Dan plak je achter de ik-vorm TE. Ik danste. Wij dansten. En we hebben de hele avond met elkaar gedanst. Met een T. Nu gaan we naar hollen. Hollen is het hele werkwoord of het infinitief. Je schrijft nu eerst de ik-vorm op. Ik hol. Je denkt aan het hele werkwoord hollen. En je haalt daarvan af de laatste en. De letter die je nu aan het einde ziet staan is de L. Staat die L in het kofschip X? Nee. Dan schrijf je achter de ik-vorm holde. En wij holden en we hebben samen behoorlijk lang gehold. Maar wat nu als er al een D aan het einde van de ik-vorm staat? Kijk maar eens bij branden. Branden is het hele werkwoord. En de ik-vorm is dan ik brand. Je denkt weer aan het hele werkwoord, maar je haalt er vanaf de en.
De letter die je nu overhoudt aan het einde is de D. En de D staat niet in het kofschip X. Achter de ik-vorm bij stap 1 plak je nu weer DE voor ik branden, hij branden, zij branden, het branden. Wij branden onze vingers. En wij hebben onze vingers gebrand met een D. Ja, maar zeggen veel mensen, er zijn toch ook nog woorden waarbij je een dubbele T ziet staan. Hoe zit dat dan? Nou, de dubbele T die komen we nu tegen. Bij woorden zoals rusten. Want bij rusten is de ik-vorm, aan het einde van de ik-vorm staat al een T. Ik rust. Nu denk je weer terug aan het hele werkwoord. Rusten. Daar haal je de laatste en van af. Of je streept hem door. De letter die je nu overhoudt is de T. En de T staat wel in het kofschip X. Ja, ja, hij staat erin. Nu ga je weer terug naar de ik-vorm die je ziet staan bij stap 1. En dan schrijf je achter de ik-vorm weer TE. Of wij rusten niet langer uit. En we hebben heerlijk met elkaar op een bankje gerust. Nu komt eigenlijk de moeilijkste categorie. Bij de ZS-wisseling. Hoe zit het nou precies daar? Nou, als je consequent alle stappen toepast die je nu hebt geleerd, moet het geen enkel probleem zijn. Reizen is het infinitief, het hele werkwoord. Dus schrijf je eerst de ik-vorm op. Ik reis. Nou, in het Nederlands zijn er eigenlijk geen woorden die eindigen op een S of op een Z of op een V. Dus ik reis is met een S. Je denkt nu wel aan het infinitief, aan het hele werkwoord reizen. En daarvan af haal je de laatste EN. En welke letter hou je nu over? Dat is de Z. De Z staat niet in het kofschip X. Nee, hij staat er niet in. Nu ga je weer terug naar de ik-vorm die je al had opgeschreven. Ik reis. En daar plak je dus achter. Ik reis de. Wij reisden. En we hebben samen veel gereisd. Kijk nog maar eens goed naar het hele schema. En als je het nog een keer wil overkijken, spoel het filmpje nog maar een keer af, van begin tot einde. Ik hoop dat je er iets van hebt geleerd. En graag tot ziens bij een van de komende lessen. Veel succes met jouw werkwoordspelling. Bedankt voor het kijken.